Welkom bij het filmpje over het zonnestelsel. We gaan in het filmpje hebben over het ontstaan van het heelal, de aarde ook een beetje, de opbouw van het zonnestelsel en we gaan kijken naar de verschillende vormen van beweging van de aarde. Nou, dat heelal dat fascineert mensen al heel lang. Hier zie je een plaatje van meneer IJsinga die in 1774 tot 1781 in zijn eigen huis een planetarium bouwde, een soort voorstelling van het heelal. Je ziet hier de zon en dan had hij al die planeten die draaiden eromheen. Een hele ingewikkelde radarconstructie erboven. En dat kon ook draaien. Dat bestaat nog steeds. Je kan het ook bezoeken. En het werkt ook nog steeds. En alles draait zoals ons zonnestelsel, ook met dezelfde snelheid, alleen dan op schaal. En daar. Heel ingewikkeld. Bizar. Hield mensen dus al heel lang bezig. Nou, we gaan er nu naar kijken, want het houdt ons natuurlijk ook nog steeds bezig. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Dan laten we beginnen bij het begin. Hoe is dat nou ontstaan? Nou, je kan dat eigenlijk er zijn drie dingen die hoe je ernaar kan kijken. Dingen die over geloven, verklaren en bewijzen. Nou, eerst maar eens over geloven. In de wereld wonen mensen die geloven in een schepper en er wonen mensen die daar niet in willen geloven. Die geloven in toeval. Die zeggen dat dat waar is, maar het is ook een kwestie van aannemen, want je weet het niet. Er was niemand bij toen het begin begon. En we kunnen wel heel veel dingen verklaren. Maar het komt uiteindelijk niet op geloven. En er zijn meer mensen die in een schepper geloven dan dat er mensen zijn die in toeval geloven. Dus het is op zich niet zo heel raar dat je gelooft in een schepper. Hier zie je boven God die dan zogenaamd Adam maakt. Het is een schilder uit de Sixtijnse kapel in Rome. Ook hartstikke mooi. Maar goed, dat is dus geloven. Je neemt dus van tevoren aan of er wel of geen schepper is. Dat is een keuze, dat maakt niet zo heel veel uit. Dat verklaren, dat doet de wetenschap. De wetenschap verklaart dingen hoe ze zijn en hoe ze zijn gebeurd en hoe ze gaan gebeuren. Dat is meer voorspellen, maar ook dat kun je met verklaren soms voor elkaar krijgen. En een van die verklaringen over het ontstaan en het ontwikkelen eigenlijk van het hele heelal, dat is de oerknal. Nou, je zou kunnen zeggen dat het er zo ongeveer uitziet. Het begint met eigenlijk helemaal niks. En dat zit heel veel energie in. En dat, bam! En al die energie wordt omgezet in materie. En die materie vormt dus op een gegeven moment deeltjes en dan sterren en planeten en nou, hele mikmak. Dat heelal, dat wordt langzaam groter en we zien dat eigenlijk nog steeds op een of andere manier gebeurt. Alleen het is iets wat over een hele lange periode gebeurt, dus het is niet zo dat je vandaag de bepaalde dingen verder uit elkaar, heel makkelijk meetbaar verder uit elkaar ziet. Nou, dan komen we bij het laatste, bij bewijzen, want ja, hoe je het ook wendt of keert, dit oorknal is een theorie. En ze hebben het nog niet bewezen en heel veel dingen zijn ook lastig te bewijzen. Omdat ze heel ingewikkeld zijn. Omdat we als mensen nog, of zeker als wetenschap, ook nog heel weinig weten. We weten wel aan de ene kant heel veel, maar tegelijkertijd ook heel weinig. Dus bewijzen, daar zijn we nog. We hebben een model, een oerknaltheorie. En je hebt mensen die dan geloven in de schepper en je hebt mensen die geloven in toeval. Nou, eventjes kijken, hoe ziet dat dan precies eruit? Die oerknal en... hier zie je die ontwikkeling van die oerknal en we zitten nu hier. We hebben nu een universum met allemaal planeten en sterren en toestanden. De hele mikmak draait in elkaar en wij bestaan uit allerlei stofjes. Er is natuurlijk ooit eens een keer wat begonnen. Nou, dat begin dat wordt ongeveer geschat op 14,6 miljard jaar. Hoe weten we dat nou? Dat heeft te maken met licht. Licht heeft een bepaalde tijd nodig om onderweg te zijn. Gek genoeg heeft dat tijd nodig. Dat heb je zelf niet door, want het gaat heel snel, dat licht. Maar licht heeft altijd nog een tijd nodig om onderweg te zijn. Van sterren weten we soms hoe ver ze staan. Dan is het, dat wordt niet gemeten in kilometers, maar het wordt gemeten in lichtjaar. En dat is namelijk de afstand die het licht nodig heeft om in één jaar af te leggen. En dat doen ze omdat het anders hele grote getallen worden. Nou, als je dus een ster ziet die laten we zeggen, 1000 lichtjaar hier vandaan staat, dan zie je dus die ster niet zoals die nu is, maar zoals die 1000 jaar geleden is. Want het licht wat je dan ziet, is 1000 jaar geleden vertrokken van die ster en nu pas bij je oog terechtgekomen. Als je een ster ziet die 10 miljard lichtjaar hier vandaan staat, dan zie je dus licht wat 10 miljard jaar geleden vertrokken is en nu pas bij je oog is. Je ziet dus eigenlijk iets wat lang geleden was. Nou, op basis van dingen die waar worden genomen in het heelal,
komen ze ongeveer op zo'n 14,6 miljard. Nou, de aarde zou dan ongeveer rond de 5,5 miljard jaar zijn. Nou, schepper of oerknal, ik zei net al van ja, de schepper of toeval en dan ineens een theorie over oerknal. Kan dat dan samen? Nou, er zijn veel christenen die geloven in een oerknal en in een schepper. Sterker nog, de theorie van de oerknal is bedacht door deze man. Georges Lemaître. Een katholiek theoloog, maar ook natuurkundige en wiskundige. En werkte in Rome juist bij een afdeling die zich meestal hield met wetenschap. En die heeft idee van die oerknaltheorie op papier gezet. Daar kon deze meneer, die naast hem staat, die vond dat eerst maar een beetje een raar ding. Die was het eerst niet helemaal mee eens. Dus Albert Einstein, hè, de grote geleerde. En nu zijn steeds meer wetenschappers, of eigenlijk al vrij snel, hadden wetenschappers van ja, als het gaat over oerknal, zitten we toch meer in dit ding dan in wat Einstein bedacht. Einstein had ook ideeën over het heelal. Oerknal vond hij niet helemaal goed idee, maar tegenwoordig is dat toch een behoorlijk algemeen geaccepteerd ding. Dit was dus een christen, hè, even voor duidelijkheid. Theoloog zelfs, dus niet iemand die zomaar aankomt waaien. Dus kan dat samen? Ja. Moet het samen? Voor mij niet. Dan gaan we even kijken naar de opbouw van het zonnestelsel. Nou, dat zonnestelsel is opgebouwd met allerlei dingen en dat houdt mensen al heel lang bezig. Dat weten we uit heel veel geschriften en misschien wel een bekendste is natuurlijk uit de Bijbel. De wijzen uit het oosten die een ster volgden. Nou, we weten van die wijzen uit het oosten dat het niet zomaar rare figuren waren. Dat waren onder andere sterrenkundigen, want die hielden zich heel erg in Babel bezig met sterrenkunde. Hielden de hemel heel goed in de gaten en brachten dat in kaart. Schreef daar boeken vol van. En dat hebben mensen heel lang gedaan. Dit is een atlas uit de 16e eeuw, waar ook allemaal deze dingen, die figuurtjes zijn allemaal sterren. En mensen houden dat de hele tijd bij. Je kan dat zelf ook doen. Koop voor weinig een telescoop en je kan al verdacht veel zien. Heel bizar. Zeker als het in de zomer mooi helder weer is, kun je heel veel zien. Nou, met een telescoop kun je heel eind kijken, maar nu nog niet zo heel ver. Een andere optie is dat doen wetenschappers, die maken bijvoorbeeld gebruik van radiotelescopen. Dat werkt een beetje anders. Dan kun je ook andere dingen mee zien, maar je kunt vooral ook veel verder kijken. Want op een gegeven moment heb je een hele grote telescoop nodig en dat houdt een beetje op. Hier kun je nog veel meer verder kijken, alleen je ziet andere dingen. Je kan niet van die sterretjes zien door een telescoop. En een van de dingen die de laatste 25 jaar heel veel kennis en prachtige beelden heeft opgeleverd, is deze telescoop. Dat is de Hubble ruimtetelescoop. Die zweeft in de ruimte. Dus die heeft al het geneuzel wat op aarde in de weg zou kunnen zitten, als wolken en weet ik wat, heeft hij geen last van. Om die zonnestelsel te bekijken. Nou, en soms ook wel verder weg, maar laten wij ons even niet het hele heelal pakken. Maar laten wij ons eens toch eens even gaan beperken tot ons zonnestelsel. Nou, ons zonnestelsel is een onderdeel van de Melkweg. Die zie je hier. De Melkweg bestaat uit meerdere zonnestellen en de Melkweg is een deel van het heelal. Minuscuul klein onderdeel van het hele zichtbare heelal. Daar zit dan ergens een heel klein stipje als je zou uitvergroten, als je het allemaal zou kunnen zien. En dat is de Melkweg. En binnen die Melkweg is een heel klein dingetje. Die zit, als ik me niet vergis, hier ergens. In ieder geval hier in deze ring ergens, daar zit ons zonnestelsel. Wat is de zon? Je ziet hem hier. De zon is niks anders dan al die andere stipjes die je aan de hemel ziet branden. Een ster. Een grote gasbom die lekker in de fik staat en ook een beetje explodeert af en toe. Een grote vliegende kerncentrale. Geen feest om op te wezen. Kan ook niet, staat veel te ver weg. En als je maar enigszins in de buurt zou komen, zou je al lang verbranden, zo heet is het. Sterren. Dit zijn dus, de zon is gewoon een ster. Niet eens een hele grote imposante ster, er zijn nog veel meer sterren. En rond sommige sterren vliegen planeten. Dus een ster in het midden, planeten die eromheen zweven. Nou, hier zie je er eentje, bijvoorbeeld Jupiter. En sommige planeten zijn heel kaal, hè? Die zien eruit als onze maan. Dit is een foto van de maan. Met allemaal van die kraterinslagen, van die rotsblokken die er tegenaan zijn gevlogen en wonden hebben achtergelaten. En sommige planeten hebben, net als de aarde, iets wat eromheen zit. Nou, hier zie je Jupiter. Dit is de atmosfeer van Jupiter. Er zit geen lucht in, kun je geen adem halen. Maar er zit hier wel een hele grote storm. En even om je een idee te geven. De aarde is kleiner dan dit kleine witte stipje hier. Het kleine witte stipje. Dus die storm die je ziet, die grote orkaan,
niet van wind hoor, andere toestanden. Maar laat het even die storm noemen die op Jupiter zit, is dus vele malen groter dan alleen al de aarde. Nou, Jupiter viel al, de maan viel al. Hoe zit dan de boel in elkaar? Manen zijn overigens brokken die rond een planeet zweven. Ook hemellichamen die rond een planeet zweven. Dus een planeet zweeft om een ster. En manen zijn stukken die rond een planeet zweven. Nou, hoe ziet onze zonnestelsel eruit? Hier zie je de zon. En dan hebben we eerst vier kleine planeetjes. Mercurius, Venus, de aarde en Mars. Wij zijn de derde van het hele gebeuren. En dan komen er nog vier enorme grote jongens. Jupiter, waar ik net over gehad heb, met die storm. Saturnus met die hele ringen met ijs en stenen eromheen. Uranus en Neptunus. En dan is er ook nog eentje, Pluto. Maar dat wordt al een tijdje niet meer echt als een planeet gezien. Het is een dwergplaneet. Er wordt dit terug over gediscussieerd of je dat nog wel een planeet mag noemen. Waarom dat zo is, dat is nu niet belangrijk. En rond die aarde zweeft dus een maan. Maar rond deze planeten zweven ook allemaal manen. Nou, geloof of schepper of toeval. Toeval is leuk, maar het is op zich ook wel heel erg toevallig dat wij nu hier zitten. Want de afstand van de zon tot en met de aarde, dat luistert zo nauw dat als wij een paar honderd kilometer verder daarin hadden gezeten, dan was het hier te koud om te leven en was al het water constant bevroren. Dat was dus niet mogelijk geweest. Was die een paar honderd kilometer dichter bij de zon geweest, dan was het hier toch echt wel te warm en was een groot deel van het water waterdamp. Nou, dus leven op Venus, vergeet het maar. Leven op Mercurius helemaal. Leven op Mars. Nou, we zijn in 2020 zijn ze van plan om naartoe te vliegen, maar dat wordt nog heel spannend. Want je kunt er niet leven zoals hier. Je zal er toch van alles nog wat voor uit de kast moeten trekken om daar leven enigszins mogelijk te maken. En dan is het ook allemaal binnen nog steeds. Echt buiten kan niet en zonder speciale pakken. Nou, dit is ons zonnestelsel, de zon. Die is ook zo echt zo, dit is al redelijk op schaal, zoveel keer groter is de zon. Die zegt alleen de afstanden zijn niet op schaal. Want dit is, dan zou je, Mercurius al niet meer in beeld zijn. Als dit de zon was, dan was Mercurius al niet meer in beeld. Laat staan al die andere planeten. En dat is natuurlijk niet heel handig. Ik wil wel het kunnen zien. Nou, ik had het over die afstanden. Hier zie je ons zonnestel leuk ronddraaien. Het is een plaatje die onder andere wereldwijd staat. Hartstikke leuk. De afstand tot de zon. Nou, hier zie je dus de afstand tot de zon. Hè. Dit is 150 miljoen kilometer. Dat lijkt al heel veel, maar als met lichtjaren naar sterren, dichtbij zijn ze sterren, dat is nog vele, 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 vele malen verder. Die aarde is dus net iets groter als Venus. En twee keer zo groot ongeveer als Mars. Maar in verhouding tot bijvoorbeeld hier de Jupiter is dat natuurlijk een kabouter, zou je kunnen zeggen. De rotatie, nou, de aarde draait om zijn as in één dag, Mars ook, maar Jupiter bijvoorbeeld veel sneller. Die draait veel sneller om zijn as. En Mercurius doet heel langzaam ook, Venus nog veel langzaam. Dan heb je een omlooptijd om de zon, dat is lachen, en bij ons duurt een jaar 365 dagen ongeveer. Maar in Venus bijna de helft, hè? Dus dan ben je na een half jaar ben je alweer jarig. Dat is lachen. Nou, wij hebben één maan, maar dit is ook al lachen, hè? Jupiter heeft wel 63 manen rondheen zweven. Dat is niet handig. Nou ja, is wel handig, maar goed. Maakt natuurlijk niet uit, het is niks. Als je dan al weet, is het vandaag volle maan? Ja, dan zijn er welke van de 63? Anywho, we hebben het over rotatie en revolutie. Twee begrippen die ook nog voorbij komen. Rotatie is de draaiing van de aarde rond zijn eigen as. Want de aarde draait natuurlijk zo om zijn as. Maar hij draait ook nog eens om de zon. En dit doet hij dus in een dag, 24 uur ongeveer. En dit doet hij ongeveer in 365 dagen. Ik zeg expres ongeveer, want je hebt vast wel eens over een schrikkeljaar gehoord. Eens in vier jaar. Dus wij hebben dat natuurlijk allemaal in stukjes geknipt, maar het klopt niet helemaal. Nou, aarde draait om zijn as en draait om de zon. Net als al die andere planeten dat ook. En wij doen het ook nog eens een keer een maan omheen. Nou, een beetje de opzet van het zonnestelsel. Er is nog veel meer over te zeggen, maar
dit is even genoeg nu. Dankjewel voor je aandacht.